Oh. Ja. Die hele stadion, dames en heren, die is helemaal leeg. Alleen Bulo en ik zijn hier. Gaan we binnen kijken? Spannend hoor, hé. Hey. Ja, dames en heren. Hé, hey, Bulo. Kom. Wat voor kant gaan we op? Hé? Wat voor kant gaan we op? Oh, shh. Oh, allemaal magisch. Wat is dat nou? Hé, hey, oh, wacht eens even. Wat is dit nou allemaal? Ja, yeah. Als je Bilo volgt, ineens eindig je hier zo. So back to what I was saying. Well, yeah, well, yeah, well. Daar zijn we weer. Mensen, we zitten hier gewoon in Limburg. Of niet? Gatten, dit is nog aan toe. We zijn gewoon in Limburg. En we zijn uitgenodigd door Nato Rutjes. Ja, of niet? Ja, kijk eens achter ons, jongens. Ja, Roda JC, we komen eraan. En die speelt tegen, weet je, tegen wie ze spelen? Ja. Tegen AZ. Ja, wie speelt bij AZ? Ricardo. Ricardo van Rijn. Wie gaat er winnen? Ik weet het niet. Het is koud, maar we hebben heel veel zin. Heb je zin of niet? Ja. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... geven we tijd. Nathan, als iemand positief is, ben jij het wel. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. Tot zo. Knallen, hè? Hoi, hoi. Wauw, waar zijn we beland dan? Een hele goede dag. Wij zijn, tenminste... Ik weet wie jullie zijn. Echt waar? Ik ga het jullie vertellen. Dat is Bilo. Ja. Kijk eens, hartstikke bedankt, mevrouw. Ah, hey. Top. Leuk is dit nou? Ja. Er zitten cadeautjes in. Echt waar? Ja. Voor jullie alle twee. Goed. Ah, super lief. En er zit een hele leuke kaart in voor Bilal van Nathan. Ja. Ja. En de kaartjes zitten er ook in, dus die moet je er wel even uitvissen. Ja. Komt helemaal goed. Okay. Super bedankt, hey, hè. Jongens, ga je amuseren. Ja, hè. Kom, maak hem open. Dankjewel. Ja, tegen wie zeg je dankjewel? Na de deur. Wow. Zo. Kijk eens, één voor jou en één voor mij. Hey. En nog met de handtekening ook nog. Bank. Van Nathan. Zeg eens dankjewel, Nathan. Nathan. Wow. Hey, we zijn niet meer voor Ajax, niet meer voor Feyenoord. We zijn vandaag voor Roda. Want wij zijn echte. Echte mannen. Echte mannen. Super bedankt, Nathan. Waar moeten wij naartoe? Ja. Ja, top. Kijk eens aan. Kan dit hebben. Oh, ja, hij eet geen snoep. Nee. Dat mag hij ook hebben. Wil je dit hebben? Nou, nee. Wel nee? Kom. Kom, dan gaan we naar de wedstrijd kijken. Ja. Dankjewel. Maar in ieder geval, hij schrijft dus... Wat schrijft hij, Bilo? Nathan, die schrijft... Hoi Bilo, topper. Wat leuk dat je vandaag... naar de wedstrijd komt kijken. Heb je een goede reis gehad? Zien we elkaar nog even? Dat zou ik super leuk vinden. Heel veel plezier vandaag. Genieten van. Groetjes, Nathan. Hey, vind je dat niet cool? Ja. Hè? Ja. Ja, we gaan ervoor. Ze zijn begonnen, kom op. Mensen. Wow. Hey. Yo. Hey, vind je het mooi of niet? Ja. Hè? Yes. Jongens, schuiven zetten! Ja! En daar komt hij aan, dames en heren. Daar komt hij aan, waar gaat hij heen? Kom maar, jongen! Ja, mooie actie tussen twee man. En afleggen, afleggen, ja! 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 Oh! Hij is op! Ja, kom op! Kom op, nee jongens, jongen! Nee! Ja, de mensen zijn allemaal zat. Iedereen gaat er vandoor. Ze zijn het niet mee eens. Het had gescoord moeten worden volgens mij. Ja. Ja, stappen wij ook op. Ja, natuurlijk. Ja, wegwezen. Dus, ja. We hebben nu nog 12.401 toeschouwers. Hup. Zij scheiden ook mee uit. Ja, natuurlijk. Waar gaan ze heen, Bilo? Waar gaan ze heen?
Hey. Eten. Wat zeg je? Eten. Ja, jij wil eten. Ja. Ja, daar komt hij. 1 tegen 1. Kom maar, zoek hem op. Ja, ja. Ja, doe het dan! Doe het dan, Job! Ja. Durf jij maar... Ah, jong nee! Durf jij maar iets verkeerds te zeggen, zal toch niet? Ja, lekker. Oké, okay. Dames en heren. Het is rust. Ja. We gaan drinken. Wat ga jij drinken? Wie? Okay. Goeiedag. Alles goed? Zeker. Wat denk je uitslag vandaag? Na de eerste helft gezien te hebben, hoop ik 0-1. Hey, maar gaat Ricardo nog spelen vandaag? Denk je? Weet ik niet. Buiten staat natuurlijk wel op scherm met geel, dus misschien dat hij daarvoor wisselt, maar dat weet ik niet. We zullen het zien. Het zou wel vet zijn hoor, Nina. Ja. Hè? Ja, rood af aanzetten. Hè? Stil nou. Wie gaat het scoren? Rood af aanzetten. Als hij mensen wil aanzetten. Nog 1 minuut, Pilon. Gaat de scheidsrechter buiten. Kijk, ja. Ze zijn even voorgesteld. Kijk. Wordt daar een interview gegeven, hé. Hey. Zie je dat? Hè? TV, hij komt op tv. Zie je dat? Zie je, hij komt op tv. Het is altijd spannend als je met Bilal loopt, je weet nooit waar je komt. Wat is dat? Nee, dat kan niet. Wat is dat? Kijk hè. Nog meer naar beneden. Hè? Niks zeggen. Kom. Sorry Nathan, maar we moeten eventjes kijken. Wat is dat daar? Kijken. Wow. Zullen we terug gaan? Ja, maar dat kan niet. Hey. Kom weer. Oh jee. Kan niet, Bilal. Kom. Oh. Goeiedag. Wat doe jij hier? Oh, die kan. Nee. Bilal, dat kan niet. Sorry? Wij zoeken Nathan Rutjes. Wie? Nathan Rutjes. Goeiedag. Oh, kom. Zou het lukken? Ik ben hier voor vandaag. Ja. Zou het lukken? Kom. Ik heb 4 minuten. Oh, super. Dankjewel. Hey! Milo! Gaan we een foto met hem? Dat is de speler. Gaan we een foto vragen? Gaat Brian vragen? Hi! Hi vriend! Mag het goed? Mag Milo met jou een foto? Ja, graag. Ja? Nou, kijk eens Bilal lachen. Dit is... Hey, super bedankt, hè. Hij komt gewoon in de spelers home. Hey, dat is die voetballer. Dit is volgens jou. Oh, jee. Oh. Wacht Bilal. Ja, maar...
kinderen. Echt waar? Ja, maar we kunnen niet zomaar daar naartoe. Oké, moet je hier even wachten. Moet je hier even wachten, Bila. Hey, kijk eens. Dat is de speler. Alles goed? Ja. Goed met je? Heb je genoten vandaag? Ja, hey. Mooi man. Mooi. Wil je op de foto met die speler of niet? Ja? Kom. Zo. Kom. Oké, okay, lachen. Duimpje. Doe maar duimpje, Bila. Oh, liefde teken. Liefde. Super, dankjewel. Alsjeblieft, man. Zo, hé. Bilal. Bilal. Kijk eens, als je daar achter gaat staan. Het is wel spannend hier, hoor. Oké, okay, shh. Kijk, goeiedag. Hé, hey, dat is van Fox. Ja. Waar ga je naartoe? Hoi, hoi. Ja. Hij is presentator van Fox. Kijk, trainer van die Carlo. Gaan we vragen? Mag Bilal op de foto? Hoi. Doe maar liefde teken, Bilal. Ja, super. Dankjewel, hè. Wat krijgen we nou? Kom, Bilal. Kom. Kom, snel. Kom maar met mij mee. Allemaal magisch. Kom. Allemaal magisch. Wat gebeurt hier nou? Hé, hey, we mogen het veld op. Zo, hé. Hey. Spelen jullie bij Roda? Wat voor team zit jij? D1. In de D1. En jij gaat later hier in deze stadion spelen? Hopelijk wel. Zo, high five. Hé, hey, kijk eens. Kom, gaan we zitten. Ga je daar of daar zitten? Zeg maar. Waar ga je zitten? Maar snel, en dan maak ik een foto en dan gaan we weg. Kom. Ja, kom maar hier zitten. Kom, ga maar zitten. Dan lopen we een beetje in de kerst, of de persruimte. En wie komen wij hier tegen? Tada! Hey! Weet je nog zijn naam? Hoe heet hij? Na. Zeg maar. Zeg maar, na. Na dan. Wat? Nathan Rietjes? Nathan Rietjes! En je hebt een cadeau voor hem meegenomen, hè? Ja. Weet je nog? Kijk eens. Wat zit hierin? Pak maar, pak maar. Geef maar aan, Nathan. Geef maar. Hou maar uit de zak. Man, hé. Hey. Wat ontzettend gaaf, zeg. Ja. Hé, dat vind ik toch zo dat je maar die bal geeft. En heb jij zelf al met die bal gevoetbald? Ja. Maar kan jij een beetje voetballen? Wat kan je dan? Kun je al trucjes en zo? Ja. Hey, misschien als jij met ons had meegespeeld vandaag, hadden we wel gewonnen. Ja. Zullen we misschien anders nog even samen voetballen met Bilal? Echt? Hey, Bilal. Bilal. Zullen we proberen samen te voetballen? Ga ik ook meedoen? Nee? Nou, even serieus. Iedereen staat te wachten om gewoon met Nathan te gaan voetballen. En deze man zegt gewoon nee. Kom, gaan we even één keer gaan we proberen te scoren. Kom, kom. Ik heb vandaag helemaal nog niet gevoetbald. Nee, echt niet. Ik heb alleen maar op die bank gezeten. Ik heb eigenlijk wel zin. Ik heb nog heel veel energie over, joh. Ik, kijk eens. Ik ben nog hartstikke fit, hè. Nog hartstikke fit. Ik wil eigenlijk nog een beetje voetballen, een beetje heen en weer rennen. Ja. Ik denk ook eigenlijk dat ik bij jou kan scoren. Dat denk ik. Nee, dat kan niet. Dat geloof ik niet. Nee? Nee, dat kan niet. Kan die bij jou scoren? Nee, toch? Want ik heb filmpjes van jou gezien. En ja, ik denk dat ik wel bij jou kan scoren. Wat zeg jij nou? Nou, dat gaan we laten zien ook. We gaan nu het veld op. Kom op. Ik ga het laten zien. Kom maar. Nee, die kan niet. Nee, die gaat toch niet scoren bij Bilal? Ja, echt. Kijk maar. En met deze bal helemaal? Nou, dat geloof ik niet. Jawel. Kan niet. Bilal die gaat winnen. 100%. Leuk dat de foto's hadden in hem. Ja, ja. Mag je wel. Mika, het regent. Het regent lekker. Kom maar, Bilal. Hop. Kom. Doen we zo. Ja, ik doe zo. Doe jij ook? Dan gaan we scoren en dan gaan we weg. Nee. Wat zeg je? Wil je hier gaan voetballen? Hier? Wil je hier voetballen? Oh, dat lijkt me ook een goed idee. Zo, hoppa. Die leggen we daar neer, of die gooien we daar neer. Ja, hop. Zo, weet je. Hou je hand. Nou, maar dat mag niet. Hey, je kan niet je handen vasthouden. Nee. Ik heb gewoon pijn in mijn handen. Dat is toch niet normaal? Oké. Okay. En dames en heren, en bieden. Oh!
Zo, hé. Hey. Ja, zag u dat, meneer? Fantastisch. Hey. Ik krijg toch even een high five van de trainer. Ah. En dan? Huppakee. En dames en heren. Ik ga hem nog één keer voor jou klaarleggen en dan ga ik hier staan. En gaat hij los. En 3, 2, 1. Oh, zo. Ja, ja, nee. Oh, zo. Hey. Zag je dat dan niet? Hè? En dames en heren. Dames en heren. En dan? Het is Bilal tegen Naadorretjes. Hij legt hem aan, gaat hij en 3, 2 en de laatste bal. Oh, zo, hé, hey, joh. Hé, hey, we hebben gescoord. We hebben gescoord, hé. Hey. Hé. Hey. Grappenmaker, wie is de grappenmaker? We moeten het toch doen alsof, Bilal. We moeten toch af en toe een beetje een grapje maken. Fantastisch, man. Hé. Hey. Hij begint gewoon te zweten, moet je kijken. Moet je kijken. Ga hey. Eindelijk zweten. Hè? Huh? Oh, we gaan die 2-1. Ja, super. We gaan die 2-1. Even. Hier proberen ze centjes binnen te krijgen voor de club. Hey. Ja. Hier zat hij. Hey, ja. Weet je wie hier zat? Ja. Ricardo zat hier vandaag. Oh ja? Ja. Dat je dan voor elkaar gaat. Ja. Ja, ja. Hallo. Lang in de auto gezeten om te komen, hè? Ik krijg je toch al. Ja, ja. Alle pers, hè. Wow. Zitten te schrijven over de wedstrijd. Ah, ja. Fantastisch. Ja, kom maar even binnen. Zo, gaan we even zitten. Zo. Iedereen is druk bezig. Staat hier naast ben, dat is Bilal. En Bilal heeft het binnen de goal gemaakt. Net bij mij, of niet? Dat was even goed, hè? Hij schoot even iets te hard voor mij. Hè? Ik kan al die mensen werken voor de kijk. Zwak, zwak. Maar hoor. Al die mensen. Doe mijn liefde. Wauw. Zo, hé, Bilal. Hé. Is dit even gaaf, dan? Wow. Ja. Hey, ik zal het jou zeggen, Bilal. Ja. Er komt bijna niemand, hè. Alleen maar. Maar ja, wacht. Ben je netjes, hè? Wacht. Netjes, hè? Nee. Ze zitten allemaal hetzelfde uit. Kijk. Die heb ik ook. Ja, hé. Dani! Ja, ja. Hoe kom maar goed. Is binnen mee? Hoi. En in deze doel goed hoor. Huh? En in deze doel goed. Druk hem aan de vuur. Zal dit doen? Ik zie het. Oh nee, ik heb al. Oké. Zo hé! Nee, dat vind ik wel hoor. Is het even gaaf? Nee. Is het mooi of is het mooi? Misschien kan jij wel voor onze kleren zorgen. Dus hebben we hier misschien de nieuwe materiaalman van Roda gevonden. Zou het? Zou het fantastisch zijn? Ja. Je bent van harte welkom, hoor, vriend. Bij die deur komen we weer in de gang. Oké, kijk maar. Nou, dat is niet... Oké, okay, kom, spring in. Nee, ga maar af. Cool, hè? Wat gaan ze doen? Hier mag niemand komen. Doe jij. Shh. Allemaal magisch. Wat is dit nou allemaal? Kantoor van de directeur. Oh, jee. Oh. Nou, dan... Schitterend. Afsluiting, hè? Ja, dit is... Afsluiting vandaag. Ik wil Bilal nog even schitterend nummer 1 in het spelen zo. Hey, Bilal, ik heb nog wat moois voor jou. Want wat wilde jij graag? Wat wilde jij graag? Wat wilde jij? Weet je wat? Een voetbalshirt. Ja. En kijk eens even wat ik speciaal voor jou hier heb. Een Roda JC voetbalshirt. Wow. Nee. En achterop
Rutjes. Hey, wat doe je dan? Even daar rijden. Altijd. Hey, is dat net wat gaaf, hè? Zeker. Hey, hartstikke goed, hoor. Nou, Nathan. Hey, dit is al... fantastisch. Ja, zie je, dit is echt top. Hey. Dat meen ik ook. Natuurlijk wel neerzet voor, maar kijk eens, de komst van Milo was natuurlijk helemaal geweldig. Kijk eens, hij heeft een schitterend Ronnie C shirt aan. Ja. Zit er pas gegoten natuurlijk. Hey, die shirt is alleen voor echte? Echte mannen. Hey, ik hoor jullie, dit is voor echte? Echte mannen. Echte mannen. Ja, geef hem nog even. Deze, hè, is het, hè? Wat? Alleen maar? Liefde. Maar waar blijft die voor jou dan? Waar blijft jouw liefde? Nee, daar is die, hè? Ja. Hey. Hartstikke goed. Hey Nathan, maar voor de mensen die jou misschien niet kennen, wat ik me niet kan voorstellen. Wat ben je nou aan het doen dan? Kijk eens. Ja, natuurlijk. Dit doen we gewoon. Maak er maar een vlecht in, Milan. Maak er maar een vlecht in. Hey. Maak er maar een mooie vlecht. Geen knoop, hè? Een vlecht, hè? Geen knoop, hè? Hé, hey, maar ik heb jou natuurlijk benaderd omdat ik echt onwijs naar jou opkijk. Ja. Mensen vertellen mij altijd dat ik heel positief ben. Maar ik heb natuurlijk niet zo'n groot bereik als dat jij hebt. Ja. En wat een heerlijke knuffel is dit, hè? Een knuffelbeer is het eigenlijk, hè, Brahim? Hè? Ja, de knuffel Marokkaan. Ik heb echt onwijs veel bewondering voor jou. Omdat heel veel mensen zeggen dat ik positief ben. En je hebt natuurlijk een gigantisch bereik. En ook na een wedstrijd vandaag 1-0 verloren. En de meeste voetballers die zitten er echt mee. En die lopen met zo'n gezicht. En je hebt gewoon, maakt niet uit wie het is. Of het nou de beveiliger is, of een jonge gast, of wie dan ook. Je maakt gewoon altijd tijd vrij voor ze. En je probeert altijd vanuit een positieve benadering. Ja. En dat doen eigenlijk veel te weinig mensen, vind ik. En zeker, we hebben best wel veel jonge kijkers. Ja, en ik hoop dat ze jou gaan volgen. Zeker als je ook bij RTL Late Night komt. Ja. Dat ze vooral zien dat je met iets positiefs echt heel ver kan komen. Ja. Ik denk dat jij zelf ook een hele mooi verhaal hebt. Ja. Hoe succesvol bent geworden. Maar wat zou jij aan die kinderen vooral mee willen geven? Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik wil eerst even zeggen dat je woorden, dat raakt me wel echt schitterend. Dankjewel daarvoor, voor die mooie woorden. En wat ik de kinderen vooral wil meegeven is dat je moet genieten van het moment. Dus als je voetbalt of je doet een andere sport, misschien hockey je wel, of je doet korfbal, of je hebt het heel erg naar je zin op school, geniet daarvan. Weet je, wees lief voor elkaar, dat is denk ik heel erg belangrijk. Want er is al genoeg vervelende dingen in de wereld. En wees blij met de dingen die je hebt. Hè, ik voel me bijvoorbeeld heel erg bevoorrecht. Dat betekent dat je heel erg blij bent met wat je kan doen. Hè. Ik ben voetballer, ik heb een zoontje van 5 jaar. En ik heb een hartstikke leuk gezinnetje. En misschien heb jij wel hele leuke vriendjes. En misschien heb je wel hele leuke ouders. Of, is dat die meneer? Je doet een hele leuke sport. En geniet daar vooral van. Want we hebben elkaar heel hard nodig in deze samenleving. Ja. En jij kan het verschil maken. En jij kan mindere dingen draaien in misschien wel iets heel positiefs. Ga daarvoor en durf die keuze te maken. Ga niet mee met de kudde. Durf jezelf te zijn. Wauw. Niks te doen. Echt onwijs bedankt, man. Graag gedaan. Echt respect. Want ik blijf je zeker volgen. Dank je wel. En hopelijk komen we elkaar snel tegen. Zeker nog tegenkomen. En mijn droom is ooit om bij Humberto Tan te komen. Ja. En wellicht dat we daar een keer samen zitten. Dat gaat zeker een keer gebeuren, dat weet ik zeker. Absoluut. Hartstikke bedankt. Hey, en wij sluiten altijd af, Bilal. Wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Leeftijd. En wij zeggen altijd... Zeven tijd. Altijd positiviteit. Nou mensen, vanuit Limburg, alleen maar liefde. Alleen maar liefde. Ciao, ciao. Love me, stay.